de hoekschop. Veel volk voor Gaëtan Koeken. Hier goed aangesneden en daar gaat die bal binnen. Hij kan die bal vrij binnenkoppen. Het is Colan en 3. Niet de grootste, die Ivoriaan, maar hij kopt hem wel binnen. En net zoals eerder deze week scoort hij opnieuw zijn 4e van het seizoen. En dus de vaart uit die aanval schoof. Weer buitenkant links. Kapt hij deze keer voorbij Diego. Bolingoli brengt hem laag. En een slimme voorzet, bijna Da Cruz. Bal raakt niet weg, Hermans met zijn rechter. En dan Ngoy moet scoren. Nee, op Moser. Nog niet gedaan. Da Cruz, jawel. 1-1. En zo toch de gelijkmaker. En die is misschien wel verdiend voor KV Mechelen. Ja, kijk, tussen de keeper en twee verdedigers van Eupen krijgt hij de bal er toch nog door. Maar hier het foutje toch van Wakasso. Hermans, nog eens verlengen. En Ngoy. Goed van Ngoy. Tot bij Schoofs, voorbij Lambert. En de strafschopfout, ja. De strafschopfout op Schoofs. Diego zegt niets aan. Hier gaan we het nog eens kijken. Dit was goed van Ngoy. Kap. En ik denk dat er geen discussie mogelijk is. Hier gaan we het zien. Hier komt hij van Lerbergen tegen Moser. Van Lerbergen en hij mist. Van Lerbergen mist. Moser pakt. En het vertrouwen dat hij dus heeft na dinsdag heeft hem dus wel geholpen. Hermans met Schoofs. En de goede bal van Schoofs. Binnendoor voor Ngoy. Op Moser af. Ngoy moet scoren. Nee, redding van Moser. En dan Storm. Stifte. Prachtig. Op de lat. Pech voor Nicolas Storm. Mozer. Maar Bitu Mazzala. Heeft Mechelen liever zijn motor terug aangekregen, Bates. Voor Prebeljak, maar ook het foutje gezien door Lardo. En meteen de gele kaart. En dan krijgt hij rood. Nu gaan we het misschien beter zien. Wat doet Bates? Zet zich. Dit is... Het is wel geen slag. Het is gewoon zijn arm. Het is een overtreding. Dat wel. Hier komt Hermans met de hoekschop. En de kopbal is goed. En daar de bal met de hand geraakt toch. En dan krijgen we een nieuwe strafschop. En een gele kaart voor Diego. Hier gaan we het nog eens zien. Dit was zijn kopbal. En inderdaad gewoon hens van Diego. Geen twijfel mogelijk. 2-1 of niet, een kwartier voor de tijd voor Mechelen. Het duurt lang. Hier komt Julien Ngoy tegen Moser. Ngoy, en hij scoort hem. Tegenvoets, Moser geklopt. Julien Ngoy maakt hem zijn 3e van het seizoen, net zoals vorige week. Terug tot bij Van Genechten. Openen op Nuhu. En Lardo fluit voor het einde van de match. Vreugde op de bank van Malinois. De Four weer op het veld.